We zijn nu backstage. Ik hoor van de reporters ter plaatse dat de zaal bijna vol zit en dat we gaan beginnen. Ah, ik heb zo gezonde zenuwen. Ik heb er heel veel zin in, maar ik ben ook zo aan het denken, oké, daar moet ik aan denken, daar moet ik aan denken, daar moet ik aan denken, daar moet ik aan denken. Maar eigenlijk is het gewoon doen. En genieten. En genieten. En als het fout gaat, dan gaat het fout. Dan lachen we daar. Ja. Jongens, en wij gaan onze manifestation nog even doen. Ja. I can, I will, I am. Boom, boom. Beste volgers, wat fijn dat jullie naar deze video kijken. Morgen maken we heel leuk nieuws bekend. Zet je dus lekker in je stoel en mis het zeker niet. We vliegen erin. K3 hier. Zoals jullie zien zijn we hier vandaag op de K3 Runnen Fun en het was echt een superleuke dag. Dus hebben wij heel goed nieuws, want op 10 en 11 juni komen wij voor de allereerste keer met de K3 Runnen Fun naar Nederland in Breda. Wij hebben er alvast heel veel zin in, hopelijk jullie ook. Kijk snel via onderstaande link voor meer informatie. Doei! Tot dan! Doei. Het is nu een liedje van met jou al, hè? Waarschijnlijk. Klaar voor? Ja. Oeh, vleugels. Yes. Dat was de moeilijke in die stoel. Want normaal gebruik je altijd zo je benen mee en wissel. Maar dat ging nu niet. Maar leuk, vleugels. We vallen met vleugels. Philippe gaat altijd schaar zoeken. Toch anders. Nee, waarschijnlijk. En ondertussen staat iedereen zo een beetje ongeduldig. Zo, mogen wij zenderen? Het lukt, Philippe. Het lukt er. Oh, ze heeft het al. Ja, het lukt er. Ja, dat is wel weer de vogelschaar. Wow. Maar deze vogelschaar... Hij heeft deze keer zo holografisch. Dat is die vogelschaar waarmee jullie mij al een paar keer mee het zakje hebben gezet. Weet je dat? Nee, dat was... ik echt rollen zo, nee, wil je niet afknippen? Nee. Dat ik... Ah nee, niet dan. Nee, dat was de gouden. Dit is een... Kijk. Kom. Dit is een regenboog. Ja, dus. Ja, de video. Oh, spannend. Ik ruim dat zo op. Oh, wauw. Oh. Dat is wel mooi. Ik ga daar nooit aan wennen. Nee, dat is nog altijd... Dat is toch iets dat vind ik heel speciaal. Schaartje? Zo. Misschien wel. Ik had die toch nog verpast, de beugelschaar. Je bent zo schattig. Ben ik schattig? Je bent zo schattig. Maar. Je staat al zo schattig op. Dan zijn we er. We hebben alle nummers gevonden. Ja, alle tophits van de voorbije 25 jaar K3. Ik ben nu wel benieuwd of daar misschien nummers vergeten zijn voor deze mensen. Ah ja, laat het ons anders even weten. En wie weet verwerken we die nummers wel een keer in een optreden of zo. Goed idee. Doen hè? Doei. Dankjewel voor het kijken. De liefde die binnenin, het wonder dat wij als kind beleven, is wat ons allen met elkaar verbindt. Laat de zon binnen. Jullie hebben het waarschijnlijk al gehoord, maar hebben niet zo goed nieuws. Nee, dat klopt. Bij K3 vinden wij dat gezondheid boven alles gaat. Maar dat betekent jammer genoeg ook dat we soms moeilijke keuzes moeten maken. Vandaar dat we vandaag besloten hebben om de shows in Eindhoven niet verder door te laten gaan. Dat klopt. Hanna was al een aantal dagen heel ziek. En vandaag was het toch de druppel. Ze heeft de eerste show nog geprobeerd bij al haar krachten. Maar dan hebben we toch moeten besluiten, net zoals Julia zegt, om de gezondheid boven alles te laten gaan. Voor de mensen die ticketjes hadden, hou vooral jullie mail in de gaten, want daar zal alle verdere info op volgen. Hopelijk is Hanna snel beter en kunnen we terug met ons drietjes het podium op. Maar tot dan, een dikke kus. Mwah! En hopelijk tot snel. Doei doei!